Op steeds meer plekken hebben mensen het helemaal gehad met de coronamaatregelen. In Italië is er fel verzet tegen de nieuwste maatregelen van de regering daar. Afgelopen nacht werden in verschillende Italiaanse steden tientallen mensen gearresteerd na vernielingen en rellen. In Turijn, in het noorden van Italië, werden dure modewinkels het slachtoffer van de woede en van plunderingen en vernielingen. Betogers gingen de merkkleding vannacht met stenen te lijf. Ook in Milaan sloeg het protest om in geweld. Demonstranten gooiden met vuurwerk en brandbommen. De politie schoot met traangas. Sinds gisteren gelden in Italië de strengste maatregelen sinds het einde van de landelijke lockdown in het voorjaar. Bars en restaurants moeten nu om 6 uur 's avonds dicht. En sportscholen, bioscopen en theaters zijn helemaal gesloten. In het begin van de coronacrisis was Italië een van de zwaarst getroffen landen van Europa. Nu stijgt het aantal besmettingen opnieuw. Maar veel inwoners zijn bang voor de economische schade van de nieuwe maatregelen. Zoals hier in Napels. Demonstranten eisen het aftreden van de gouverneur die de maatregelen daar heeft aangescherpt. Het geweld tijdens de demonstraties is vooral afkomstig van voetbalhooligans, neofascisten, van andere relschoppers. En hoewel ondernemers en werknemers dat soort geweld afkeuren, snappen ze de frustratie en de angst erachter heel goed. Honderden bedrijven in deze regio hebben moeten sluiten of hebben het nu moeilijk vanwege de eerste lockdown. En ze zijn allemaal bang dat een tweede lockdown de nekslag betekent.